Good morning! Fuck it guys, ik ben in Suriname, ik ben weer thuis. En ik had een beetje jetlag, dus maar ik was om 7 uur al wakker, dus ik ben toen weer eventjes gaan slapen. Maar ik heb me dus klaargemaakt, ik heb een tapje aan en een shirt. En all stars, ik kan weer gewoon mezelf zijn met kleren. Dit is gewoon de outfit die ik het liefst elke dag aan heb. Ik ga nu naar Telesuur om mijn simkaart te halen, omdat ik geen simkaart heb. Ik wil ook echt mijn bijles even gaan verrassen vandaag. Omdat ik ze echt gemist heb. En oh ja, ik moet ook mijn wimpers gaan doen straks. Ik ga zo meteen naar Ambrosia om mijn wimpers te doen. Ik heb mijn simkaart geregeld. Ik kan nu gewoon weer appen bellen. Meneer, Faka Guys is terug! Hi, Faka Guys. Hé, hey, weet je hoeveel mensen vragen? Maar hé, hey, die dame die vlog. Het is niet echt jullie dame, maar met dat boy. Nee, wat? Ietsje verder. Goedemorgen, hebben jullie bruine bonen? Oh mijn god, wanneer hebben jullie wel bruine bonen? 9 tot 2 uur. Oké, u kunt rijden, hè? Ja, guys, we zijn naar een andere KFC gekomen. Hier hebben ze wel bruine bonen. Dus je haalt dit altijd weg, omdat ik dit gewoon echt niet eet. Lekker. Ik ga even verder met eten. Ik kan niet de hele tijd filmen. Dankjewel! Guys, ik heb dit van Ambrosia gekregen. Doe niet zo shy. Altijd doe je zo. Hoe lief. Ik ga mijn wimpers doen. Ik zie me zo. Oké, ik kom net van Ambrosia en ze heeft mijn wimpers gedaan. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik ben echt blij. Ik vind ze echt mooi. Ik ga nu even een smoothie zoeken voor Rashni. En dan ga ik het voor haar brengen op haar werk. Because I'm a friend like that. Hoe lief ben ik? Er staat love you erop. Echt scared, I love you. Aan de Herenstraat heeft Rashni een café en daar is dus mijn feest. Dus daar hebben we gewoon direct een meeting met iedereen om alles te plannen. Dit is het café van Rashni, maar het is nog niet echt af. Wordt helemaal roos. Raj, ben je ready voor een helemaal roos café? En Shahlouk is net geweest. En we hebben een beetje alles besproken over wat we hier precies gaan doen die dag. Dus ik ga nu mijn bijlesjuf van vorig jaar surprisen. Ik heb er zo erg gemist en ik heb iedere chocola voor haar meegenomen in Nederland. En ze gaat echt blij zijn. Ze gaat toeriet van chocola. Echt excited. Ik ben benieuwd wat haar reactie gaat zijn, boy. Ja, ramen liggen tint, toch? Ja, oké, dus ze ziet dit. Ze gaat dit zo zien. Moet ik hier stoppen? Ja, gewoon hier. Even kijken wie binnen is. Hallo, Bietje! Kijk wie uit Holland is, ma. Kleintje. Bietje, ja, vrouw. Bietje. Doe mijn moeder even. Ik kan er niet zo groeten. Ja, even kijken hier. Deel gedekken weer. Bruh. Even reclame, Teerza. Ja? Beste student, topscorer, geslaagde. 10, ik wil 2, 9, ik wil 1. Is een topprestatie. Dat moet je nu ook krijgen. Hetzelfde wat ze heeft gehad vorig jaar, kregen jullie. Mag ik mijn foto's ophangen hier? Foto's ophangen? Ja, oh. Nu gaan we mijn OG, je vrouw van vorig jaar, gewoon ook surprisen. Kan je daar naar buiten roepen? Ik ga even dukken. Kom, kom ze! Alda! Kom ze! Ik ga. Het is nu 8 uur 's morgens, ik volg haar, ja. Maar mijn dienstvrouw, die echt al jaren als werk, kijk nu voor haar en ze is buiten. En ik heb haar ook echt lang gezien en ze houdt echt breed van me, dus ik kom. Thank you.
Meneer, kunt u me halen over een half uurtje? Ja. Over 10 voor 9. Oké, is goed. Yes. Doei. Wow! Kan je ze gaan even baren en zo? Ja. En dan ga ik naar Lisa om mijn nagels te doen. Fuck it, guys! I'm back. Oeh. U weet toch wat ik mijn nagels deed bij de ringwachter? I'm back! Hi, welkom! Lang niet gezien. Ja, boy. Guys, ik heb 10 kaartjes weggegeven. Nog niet weggegeven, maar vrij gekregen. Nog een surprise aan fans te geven. En wat ik dus ga doen, ik heb op mijn Instagram geplaatst dat ze hun gegevens moeten doorsturen waar ze op school zitten, hun naam, hun leeftijd en waarom ze een kaartje willen winnen. Dus wat ik ga doen is, ik kom hier gewoon echt net af, vraag Christel, ik vroeg Christel van, heb je any tips of wat leuk is en een beetje een creatieve manier om ze te verrassen. En ik ben er dus op gekomen om gewoon, als ze me gegevens sturen van hun school of van hun adres thuis, dat ik gewoon persoonlijk daar naartoe ga met een kaartje en ze het gewoon geef. En echt met diehard fans. En dat ga ik vloggen. Ik had net een meeting. Ik ga nu terug naar de Herenstraat omdat ik daar zo meteen een meeting heb met Yasha en Tim. Ik weet niet of jullie Tim kennen. Mijn taxichauffeur kan me niet halen nu. Dus ik ben een beetje boos. Nee, ik ben niet boos. Maar ik ga gewoon met 1660 dan. Ze komt eraan. Goedemiddag. Oeps. Naar de Herenstraat, hè? Hey, hoe heet je op Instagram? Op Instagram Twini. Twini Afusensi. Follow Twini Afusensi. Want check. We gaan even een performance geven, oké? Okay? You been coming say a poco big in play alas ma o poco dance. You walk a coming say a poco big in play. What's the secret code to enter my vlog? Faka guys! At best! Okay guys, we zijn nu gewoon bij Flexi en ik wacht op Yasha en Tim. Hallo! Ga maar zitten. Hier dan? Ja, daar waar je lekker zit. Oké, dat ging helemaal goed. Alles voor het feest is geregeld, eindelijk. Want ja, er waren nog een paar misverstandjes en zo, maar nu is echt alles helemaal clear. We gaan nu, het is nu inmiddels 5:30, en we gaan nu naar nog een meeting. En naar Hannah Draaibaar. En we hebben daar nog een gesprek over, iets van social media. Oké, we zijn nu bij Hoedie's office. De backlot. En we zijn hier met... Ben ik mooi? Hela draaibaar. Wisten jullie dat 10 minuten jeugdjournaal van haar was? Maar nu is ze nog steeds hoofdredacteur. En we zijn hier wordt 10 minuten jeugdjournaal ook opgenomen. En ik was laatst op 10 minuten jeugdjournaal. Kennen jullie die video nog? De belangrijke persoon die hier op mijn school heeft gezeten, of een bijzondere persoon, is Teresa King. Ik denk het wel. Maar we zijn net op een idee gekomen, guys. Ik zal het anyways morgen doen. Maar ik heb nog 10 kaarten vrijgegeven, zoals jullie weten. En die 10 kaartjes ga ik dus langsbrengen
op mijn diehard fans hun scholen. Maar ik zou dat eigenlijk gewoon doen met een taxi. Maar sinds we toch hier waren voor een gesprek, zijn we erop gekomen om het samen te doen met 10 minuten jeugdjournaal. Hoe leuk! Dus, wauw, ik spreek jullie zo. In de douche? Ja? Hallo. Hey, Damien, hoe gaat het? Ik heb les gehad van zijn moeder. Oh, oké. Okay. Kom erbij, zit er dingen. Ah, hier was je niet aangenaam. Heel erg leuk in Suriname te zijn. Ah, leuk. Ben je dichterbij? Dit is Damien. Hij presenteert ook het jeugdjournaal. Oh, oké. Okay. Oh, hey, je blog. Hallo. Hey, what's the secret code? Reese's Cups. Hey. Oh shit, fuck it guys. Fuck it guys. I'm back. Werk jij morgen? Ja. Wauw, dit is je cameraman. Oké. Okay. Oeh, ja. Mensen, ik wil eigenlijk niet te veel weggeven. Want morgen pas gaan we echt filmen, you know, en het is nog een surprise. Okay, maar hij gaat met je mee. Ja, okay. Nee, maar mijn vriendin komt ook mee hoor, Sammy. Oké, okay. Maar dit upload vanavond dus. Oké. Ja? Wat is de planning voor morgen dan? Ja, ze wil niet alles weggeven. Oké. Ja, ik heb het wel verteld net, toch? Volgens mij wel. Ja, ik heb verteld dat we morgen langs scholen gaan om 10 kaartjes weg te geven van mijn pop-up shop aan diehard fans. Die hebben gereageerd op een story. Oké. Okay. Wat denk je daarvan? Is geweldig. Leuk? Ja. Oké. Oké, guys. Ik zie jullie morgen. Zeggen jullie bye, guys. Bye, guys. Bye. Morgen.